er zin in? Ja. Dit is alleen de vraag, hebben jullie er ook zin in? Ja! Ja. Twee mannen hebben er zin in, meer horen met jullie. Ja. Hebben jullie er ook zin in? Ja! Nou, om de opening dan toch maar een klein beetje officieel te doen, willen we graag twee kleintjes hebben. Harald, heb jij er naar gekeken? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prikken! Prikken! Ja! Oké, doe maar prikken. Hier. Oh, ja, de twee. Ja, oké! Okay. Bedankt! 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 De eerste! Bedankt! 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 Het is vandaag woensdag 1 augustus en we zijn hier op een terrein aan de Alvershol waar het een en ander te doen is. Ik heb hier iemand bij me staan. Stel u even voor en vertel even in het kort wat er hier te doen is. Hoi, ik ben Rick van de Kindervakantieweek in Gerwe. Vandaag zijn wij voor de eerste keer begonnen met de allereerste Kindervakantieweek in Gerwe. Deze gaat 3 dagen duren. En is er ook een thema aan verbonden aan deze 3 dagen? Ja, we hebben gekozen voor het thema circus omdat we daar heel veel leuke dingen mee kunnen doen en dat spreekt de kinderen natuurlijk ook aan. En hoeveel kinderen doen er van deze dagen naar mee? Ik durf niet precies helemaal te zeggen, maar volgens mij zit het rond de 110 kinderen. 110, en komen die allemaal uit Gerwe? Deze komen allemaal uit Gerwe, op een enkeling na, maar die hebben wel binding met Gerwe. Het is vandaag woensdag. Er zijn nog 2 dagen. Welke invulling van die volgende dagen is er nog? Vandaag gaan we nog verder met het spellenparcours. En om 4 uur sluiten we de dag af. Morgen beginnen we
om verder te gaan met de caravans en de kledij en de acten verzinnen voor vrijdagavond, voor de afsluitende avond. In de middag zal er een speurtocht plaatsvinden in de bossen hier vlakbij. Voor de vrijdag staat er op het programma vanaf 1 uur een spellenparcours met water. En om 5:30 begint de optocht door Gerwe, waarna deze terugkomt op het Alvershol. En de circusvoorstelling die de kinderen zelf ingestudeerd hebben, zal voorgesteld worden. Ik heb hier twee dames bij me staan. Wie zijn jullie? Noortje. Esther. En kunnen jullie vertellen wat er hier op dit moment aan de hand is? Ja, je moet een act maken voor de circus. En dan moet je ook allemaal dingen doen. En heb jij dat precies hetzelfde? Ja, en je moet ook een caravan beschilderen. En is dat voor een circus act of is dat gewoon voor vakantie? Nee, dat is voor een optocht op vrijdagavond. En dat vinden jullie wel leuk? Ja. Ik heb ook nog een paar heren gevonden op dit terrein. Stel jullie even voor. Ik ben Giel. En ik ben Lars. En wat is er vanmiddag en de komende dagen hier op dit terrein te doen? Je kan allemaal spelletjes doen. We moeten een caravan versieren. En we moeten circus spelen. Een hindernisbaan. Het zijn hele leuke spellen. En zijn jullie voor de eerste keer hier op het kindervakantieweek? Ja, ik wel. En als dat deze week en dit jaar bevalt, komen jullie volgend jaar weer terug? Natuurlijk, ik wel. Dan wens ik jullie heel veel plezier voor de komende dagen. En een hele goede voorstelling. Dankjewel.